Hallo, ik ben Henk van Rooij van Waterman Dive Center en hartelijk welkom bij jullie introductieduik. Ga jullie het een en ander vertellen over de uitrusting. Beginnen we bij het duikmasker. Het duikmasker, nou, we zullen allemaal wel eens een keer in het zwembad of ergens in het buitenwater onder water gezwommen hebben met je ogen open. En dan zul je vaak gemerkt hebben dat je onder water eigenlijk alles wazig ziet of bijna niks ziet. Nou, daar hebben ze wel voor uitgevonden, het duikmasker. Het duikmasker zorgt ervoor dat er een luchtlaag voor de ogen komt en zodat we weer helder kunnen zien. Maar het beeld is niet alleen maar helder, maar ook groter en dichterbij. Dus eigenlijk komt dat door de breking van het glas, omdat het... Ja, het licht breekt twee keer voordat het het oog bereikt. Dus mocht je denken van ik wil iemand zijn hand vastpakken of wil de trap vastpakken of iets dergelijks. Dan kan het wel zijn dat je net ervoor grijpt omdat je denkt dat het dichterbij zit als het werkelijk is. Goed, het duikmasker. Nou, het duikmasker moet de neus omsloten hebben. Nou, waarom is dat nou eigenlijk? Hè? Je zult ook wel gemerkt hebben wanneer je onder water gaat. Dat je ook druk op je oren voelt. Nou, dat is druk op de trommelvliezen. Eigenlijk de waterkolom die eigenlijk op je trommelvlies drukt. He, al dat water drukt eigenlijk het trommelvlies een beetje naar binnen. Door je neus vast te pakken en net te doen of je uitblaast, maar dat wordt tegengehouden. Doordat je je neus dicht houdt, hoor je klik, klik. Ja, dat betekent dat je oren geklaard zijn. Dan kun je op nog een andere manier doen. Als deze manier niet makkelijk gaat, dan kun je je neus vastpakken en gewoon even slikken. Hetzelfde effect wat jij wil kiezen, wat voor jou het makkelijkste gaat, zeg maar. Dus voor de oren klaren, hoe vaak doe je dit? Dit doe je iedere 50 centimeter dat je naar beneden gaat. In ieder geval zo vaak als je kunt. Ja? Terug naar boven, hoeft niet meer. Dat gaat automatisch. Goed, nou kan het zijn dat je onder water kijkt en iedereen ziet onder water. En dan moet je een beetje lachen. Nou, als je gaat lachen, krijg je hier een beetje van die lachrimpels. Dan zou er een klein beetje water in het masker kunnen sijpelen. Is geen probleem. Je hoeft niet per se meteen naar boven. Maar dat kun je heel makkelijk verwijderen. Ik zal het laten zien hoe dat gaat in zijn werk. Zet het masker op. Ja. Je drukt de bovenrand aan, je kijkt naar boven naar de oppervlakte van het water en je blaast door je neus uit. En het water zal zo uit het maskerglas verdwijnen. Ja. Nou, zie je al dat hij dus eigenlijk beslaat. Nou, hoe kun je daar tegen gaan? Daar hebben we hele mooie middeltjes voor. Vroeger spuugden we in de maskers, dat doen we tegenwoordig niet meer. Want het is natuurlijk wel erg vies om in het masker te spugen. Daarvoor hebben we andere middeltjes. Seagold, dat is een soort gel. Die doen we erin in plaats van speeksel. Smeren we uit. Ja. En als we nog niet te water gaan, dan zetten we eventjes wat water in het masker. Zodat het niet opdroogt. En dan gaan we pas het water eruit doen als we daadwerkelijk onder water gaan. Heel simpel. Ja, eigenlijk met het laagje gel maak je een filmlaagje zodat het, het glas niet kan beslaan. Voor de rest, als we naar beneden gaan, moeten we ook rekening mee houden. De waterdruk die drukt heel erg hard het masker steeds op het gezicht en dan gaat het steeds harder drukken. Dus we moeten onder water ook af en toe een keertje een beetje lucht in het masker blazen zodat het masker comfortabel blijft zitten. Voor de rest zit er een snorkel aan. Heel handig om een snorkel te gebruiken. Ja, voor als we naar de duikplaats gaan en we moeten een stukje uitzwemmen, dan hoeven we niet alvast de perslucht aan te spreken en te gebruiken. Maar daar kunnen we zeg maar een aantal meter zwemmen en daar de perslucht wisselen. En van daaruit de duikgang voortzetten. Ja. Dus zover het duikmasker.
Goed, dan gaan we verder met de persluchtset. We beginnen bij de duikcilinder. Duikcilinder is eigenlijk een eenvoudig vat, een stalen vat. Een duikcilinder wordt getrokken. Ja, er zit dan daardoor maar één opening in. En daardoor is hij heel erg sterk, want er zit namelijk 200 bar en in sommige cilinders zit zelfs 300 bar in. 200 bar of 300 bar kun je je voorstellen, daar zou je dus nooit zomaar kunnen ademen. Ja, dat moet gereduceerd worden door de eerste trap. Deze reduceert het ja, tot ongeveer 8, 10 bar, ja, waardoor ja, dat is eigenlijk de druk net boven de omgevingsdruk. Daar kunnen we nog niet zomaar ademen, want daar hebben we nog een ademautomaat voor nodig. De ademautomaat die zorgt ervoor dat je precies de hoeveelheid lucht krijgt die je nodig hebt. Niet te veel, niet te weinig, maar precies wat je vraagt. Ik kan het even laten zien. Ja, heel makkelijk. Nou, mocht het zo zijn dat er een klein beetje water in de ademautomaat komt, dan kun je dat heel makkelijk verwijderen. Hoef je niet terug naar boven te gaan en dan leeg gooien en dan weer in de mond doen en dan weer terug gaan mee duiken. Nee, je kunt het heel makkelijk oplossen door heel gemakkelijk uit te ademen. Dan klaart hij, het water is dan weg. Of je blokkeert met je tong het mondstuk of het tegen het gehemelte aan en je doet de zogenaamde waterloos knop indrukken, waarbij dus het water uit de ademautomaat geloosd wordt. Dan zullen jullie misschien wel opgemerkt hebben dat we nog een ademautomaat hebben zitten met een opvallende kleur. Dezelfde werking, ja. Het enige verschil is een stuk langer is. Ja. Waar verdient dat? Nou, heel simpel, om de bereikbaarheid te vergroten. Want als je iemand anders, hè, want daar is het eigenlijk voor, in nood wilt helpen, bij een zonder lucht situatie, kun je je buddy of een andere duiker helpen mee naar boven te brengen. Dus dat is uw reserve ademautomaat, de octopus genoemd. Dan hebben we voor de rest nog alles vastzitten aan een jasje, een jacket. Een stabilizing jacket genoemd. Ja. Waar kun je dan mee? Daar kun je eigenlijk ieder drijfvermogen mee creëren. Je kunt er zowel mee drijven aan de oppervlakte. Je kunt er mee uitzweven, dus waar je uitrimmen. Zo wordt dat genoemd in de duiksport. Of je zou op de bodem van het zwembad kunnen gaan zitten. Door alle lucht eruit te laten. Er zit een belangrijke apparatuur op. Hoe je dat moet gebruiken. Aan de zijkant bij de duim zit een knopje waarmee de lucht uit de cilinder in het jacket kan blazen. En je hoeft niet bang te zijn dat het jacket stuk zou gaan, want er zit een overdrukventiel aan. Kan niks gebeuren. Ja, hij kan niet voller als vol. Als we willen afdalen, hebben we een aantal mogelijkheden met ontluchters. Deze op de inflator, de deflator, waar we fijn kunnen tunen. We hebben in de geribbelde slang een kabeltje zitten. Die zit vast aan een klep. Die kunnen we lostrekken. Op die manier. Ja, dat noemen ze een dump valve. Hier zit nog zo'n ontluchter. En op de achterkant van de jacket zit er nog eentje. Zoals je hier kunt zien. Nou, waarom zit hier ook een op de achterkant en waarom zit er hier een en daar een? Nou, lucht zoekt altijd de hoogste punt op in deze luchtkamer. En als je op je kop hangt om een visje te bekijken en je moet er toch iets wat, of wat lucht eruit laten, dan kun je altijd aan de kant, hè, bijvoorbeeld aan de achterkant, even de klep opengooien, waardoor je wel lucht kwijt kunt. Ja, hang je een beetje schuin, dan zou deze ontluchter iets hoger kunnen zitten. Of als je dan aan de andere kant, dan zou hier de ontluchter wel hoger kunnen zitten.
Dus al met al kun je dus alles bedienen en overal op ieder moment lucht eruit laten. Of je kunt natuurlijk de fijnluchter gebruiken. Moet je wel even rechtop gaan staan en op deze manier lucht eruit laten. Dan vervolgens hebben we ook nog een console erin zitten. Nou, console. In dit geval zitten alle drie de instrumenten in dit console. Het belangrijkste en eerste waar ik iets over wil vertellen is de manometer. Wat is de manometer? Ja, ik zou het kunnen vergelijken met de benzinemeter in de auto. Ja, hierop kunnen we zien de hoeveelheid luchtvoorraad die we nog in onze cilinder hebben zitten. Wanneer we bij 50 bar aan zijn gekomen, ja, dan dienen we dus de duik te beëindigen of al beëindigd te hebben. Ja, dus dit, hier kunnen we dus continu onze drukvoorraad op aflezen. En hier in het midden hebben we nog een metertje zitten. Dat is onze dieptemeter. Daar kunnen we continu onze huidige diepte op zien. Maar ook het diepste punt waar wij zijn geweest. Door de rode naald, als je dit toevallig kunt zien, dan noemen ze een sleepnaald. Die wordt meegenomen naar de diepste diepte. En als we weer teruggaan naar de oppervlakte, of al onder oppervlakte zijn, dan kunnen we zien hoe diep dat we waren geweest op die duik. Heel handig. Nou, het kompas. Kompas gebruiken we op deze wijze. We kijken door het kompas heen, over het kompas heen, tegelijkertijd of om en om. En dat is om onze koers te handhaven. Nou, in het zwembad zal het allemaal niet zo'n probleem zijn om de weg te vinden. Maar als we in het buitenwater zijn en grotere afstanden af willen gaan leggen, of heel specifiek naar bijvoorbeeld een wrak of een object willen gaan navigeren, ja, dan zullen we dus echt moeten gebruik maken van ons kompas. Doen we dat niet, dan kunnen we de weg kwijtraken. En dat betekent dan dat we dan heel ver terug moeten gaan lopen of heel ver terug moeten gaan zwemmen. Dus eigenlijk ook het kompas in ieder geval voor de buitenduiken, een stukje veiligheid om te kunnen duiken. Oké, dit is tot zover de persluchtcilinder, een persluchtset. Goed. Verder met de handsignalen. Onder water kunnen we niet met de mond, met woorden communiceren. Duikers hebben daarvoor handsignalen. Nou, de meest bekende handsignaal die we kennen is het oké-teken. Nou, wat is met het oké-teken? Ja, het oké-teken is namelijk een vraag, maar je moet daar ook een antwoord op geven. Het is verplicht om er een antwoord op te geven. Als een duiker jou vraagt, is alles oké? Dan kun je antwoorden met alles is oké, of er is iets niet in orde. Ja, dan kan het, kun je ook nog aangeven wat er niet in orde is. Bijvoorbeeld, de vraag is alles oké? Antwoord wordt, er is iets niet in orde. Wijzen naar het oor en dat betekent, ik kan mijn oor niet klaren. Ja. Dan weet jouw buddy dat we een stukje moeten opstijgen. Opstijgen is met de duim omhoog. Dat betekent dus omhoog met de duim omhoog. Niet oké, want dit was oké. Omhoog. We kunnen ook zeggen omlaag. Ja? Of naar, voor mij, rechts. Of naar links voor mij. We hebben dus nog bijvoorbeeld een manier om te zeggen van we hebben geen lucht meer. Geen lucht meer. Bijvoorbeeld, ik heb nu nog 100 bar over. Of ik heb een 50 bar over. Of ik ben bijna bij de 50 bar. Ja, dus al deze handsignalen, er zijn er nog veel en veel meer. Die kunnen we gebruiken. We hebben nog eentje. Herhalen betekent dat. Peace and reef. Ja? Ga goed met het rif om. Let op dat je geen stof opwaait. Ga niet met je vingers aan het rif zitten. Daar is dit handsignaal voor. Ja? Oké. Goed, dan zijn we helemaal gereed. Dan kunnen we te water gaan. Zijn jullie er klaar voor?